258 handtekeningen. Dat is de uitkomst van een petitie die bewoners van Wijchen Noord zijn gestart om hun gemeenteraad duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met het plan om speeltuinen in de wijk leeg te halen. Dinsdag werden de handtekeningen aan de raad aangeboden. Deze zegt tot nu toe alsnog bijeenkomsten met buurtbewoners te gaan organiseren om te kijken of men samen tot een acceptabele oplossing kan komen. De gemeente Wijchen wil in ieder geval één van de speeltuinen in de kinderrijke wijk opruimen en de speeltoestellen verplaatsen naar een andere speeltuin. Hiermee wil de gemeente bezuinigen op de onderhoudskosten. Over de vraag welke speeltuin moet wijken is nog discussie. Vorige week liepen er nog ratten rond de nieuwbouw aan de Handelskade aan de Waal. De nieuwe bewoners van de appartementen zagen de beesten rondrennen zodra ze hun vuilnis verzamelden op een provisorische verzamelplek. De DAR heeft onlangs het vuilnis opgehaald, maar een definitieve oplossing voor het probleem komt pas in juni. Dan plaatst de DAR ondergrondse containers. Een woordvoerder van de DAR laat weten dat bewoners maar op één dag in de week het afval mogen aanbieden. Doen ze dat eerder, dan zullen medewerkers van bureau toezicht en handhaving in actie komen. Tot juni wordt het behelpen dus. Er is een begin gemaakt aan de aanpassingen van de Graafseweg in Nijmegen. De gemeenteraad heeft dinsdag een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht eerst proef te draaien met de versmalling van een deel van de Graafseweg. Het college wil automobilisten bewegen om gebruik te maken van de rondweg S100. Verschillende fracties maken zich echter zorgen of een dergelijke aanpassing niet juist voor een verkeersinfarct gaat zorgen. Ook wordt gewezen naar de fietsoversteek bij de Muntmeesterlaan, die ten koste van een flink verlies teruggedraaid gaat worden. De raad heeft nu met GroenLinks-wethouder Tiemens afgesproken dat er een simulatie gaat plaatsvinden.